Welkom bij Boost, de podcast waarin jij leert hoe je een gezonde relatie met je eigen lijf ontwikkelt. Zo voel jij je eindelijk weer beter in je vel en kan je alles uit het leven halen. Ik ben Céline, ik ben diëtiste. En ik ben Goedroen, psycholoog en personal trainer. En dit is de Boost Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Boost Podcast. Vandaag hebben we weer een fantastisch leuke gast. En dat is Laurentien. Ik zeg altijd Laurentien van Clouds of Fashion. Ik weet niet omdat er nog meer mensen zijn. Maar op die manier heb ik u leren kennen. Ja. Maar vertel misschien eerst eens even wat meer over uzelf. Wie je bent, wat je doet. Ja, ik vind dat inderdaad nu ook wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat ik vroeger ook mezelf altijd introduceerde met Clouds of Fashion. Dus ik zei dan, ja, hallo, ik ben Laurentien. Ik heb een winkel, die heet Clouds of Fashion. Mm-hmm. Maar nu ga ik het anders doen. Ik ben dus Laurentien van Landegem, ben 28 jaar. Ik woon in Antwerpen. Ik ben, als ik 20 jaar was, gestart met een winkeltje. Eigenlijk met een blog. En van daaruit is dus een winkel voortgekomen, Clouds of Fashion. Mm-hmm. En van die ene winkel ben ik naar 4 winkels en een webshop gegaan. Ik heb dan ook een boek uitgegeven over de ondernemersverhaal. En dan na 5 jaar heb ik mijn merk verkocht aan Zep. Zep is een retailketen hier in België met meer dan 70 winkels. En dan, ik heb ook een burn-out gehad. En nu ben ik al 2 jaar zo'n beetje zoekende naar wat ik effectief ga verder doen. Mm-hmm. Tot daar is het nu een beetje geëvolueerd. Ik heb een maand geleden officieel zowel wat mijn nieuw concept gelaunched, dat Glow heet. En, we hebben er al iets van zien passeren op Instagram. Ja. En zelfs, om even... sorry dat ik je onderbreek. Nee. Er zijn zelfs mensen dat mij al hebben gestuurd. Ik had het pas over opstaan in de ochtend, dat ik dat zo moeilijk vond. Ah. En er zijn echt, ik denk, 10 mensen in totaal, dat echt hadden gestuurd. Ja, Laurentien van... Laurentien van Landegem, want het is nu met Clouds of Fashion. Hij heeft daar een keigoeie community rond. En we gaan daar pas een webinar of een masterclass rondgehouden. Ja. En je moet die volgen, want ik ben aan het doen. En het is kei interessant. Ja. Dus ik denk dat wel al best bekend is aan het worden. Ja, klopt. Ik ben wel super blij, want eigenlijk... Dus toen ik Clouds of Fashion had, ik heb heel veel gedaan op 5 jaar tijd. Dat was echt een rollercoaster. En dan op een gegeven moment ben ik echt gecrashed en heb ik dus een burn-out gehad. En toen ik mijn merk verkocht, dan dacht ik van, oké, nu laat ik alles achter mij. Ik ging een maand naar Bali gaan. En, oh, had je dat gezien? Ja, een nieuwe start. Maar toch, ik bleef mezelf wel tegenkomen. Je zit daar dan op dat eiland, dat is eigenlijk fantastisch. Mm-hmm. Maar toch, je denkt dan van, ik ga naar ergens anders, maar je neemt jezelf altijd mee. Mm-hmm. Dus ik merkte dat het gewoon alleen Clouds of Fashion, dat ik dat niet meer graag deed, was uiteraard een grote oorzaak van die burn-out. Maar de andere redenen van de burn-out moest ik wel nog aanpakken. Dat ik mezelf altijd veel te veel druk opleg, dat ik mezelf altijd veel te hard push, dat ik altijd 100.000% ga voor dingen en dan mezelf vergeet. Dus dat waren allemaal dingen waar ik toch op stootte, dat ik dacht van oké, die moet ik wel ook nog gaan aanpakken. Maar dus tijdens Clouds of Fashion al merkte ik dat ik eigenlijk... Ik dacht altijd dat fashion my passion was. Mm-hmm. En ik merkte dat kleren verkopen mij niet volledig de voldoening gaven dat ik wou in het leven. Mm-hmm. Omdat je kunt met kleren wel een impact hebben op mensen hun leven. Ik denk dat wij dat zeker met Clouds of Fashion gedaan hebben, doordat wij veel breder gingen dan gewoon kleren verkopen. Wij probeerden echt een levensvisie mee te geven. Mm-hmm. Wij probeerden echt een community te creëren. Als de mensen bij ons kwamen shoppen, wij probeerden een beetje zelfvertrouwen mee te geven. Wij organiseerden dus events. Ik probeerde via social media dus ook mensen te inspireren en ook te helpen om te gaan voor hun droom. Maar dat gaat altijd wel maar tot op een bepaald niveau. Mm-hmm. En ik merkte dat dat niet genoeg was voor mij. En de dingen die me eigenlijk echt energie gaven, naast dus kleren verkopen, dat was eigenlijk vooral die mensen samenbrengen, die community creëren, een boodschap overdragen, dingen delen, realness brengen op social media. Want het is zo'n picture-perfect landschap. En ik heb altijd heel hard mijn leven gedeeld. En ik heb ook lang gevlogd. Ik zit nu ver achter met mijn vlogs, maar ik ben aan het bijbenen. Omdat er ook een tijd was dat ik geen zin had om die te editen en het eigenlijk te druk had. Maar ik ben dus nu bijna... Ik moet nog een jaar bijwerken, maar ik heb ook minder gefilmd toen. Zwat, alleszins. Ik deelde dus al eigenlijk nu 7 jaar mijn lief en leed op Instagram. Tot. En ik merkte dat ik eigenlijk
veel meer content wil maken. En dat ik altijd zo ja, eigenlijk tegengehouden werd door Class of Fashion, door alles. En alle verwachtingen dat daarbij kwamen kijken. Want ja, als je 4 winkels hebt, je hebt personeel, je moet dat allemaal runnen, managen. Ja, die trein die kwam nooit tot stilstand. En ik droomde al langer van een platform rond allerlei dingen die ik, waar ik zelf ja, achter stond of die ik wou uitdragen. Maar dat was zo nooit heel duidelijk exact van wat gaat het precies zijn. En dan doorheen die 2 jaren nu, ben ik, waar ik toch wel zo wat op zoek ben gegaan naar mezelf. En waar sta ik echt voor en wat vind ik belangrijk. En ook zo wel wat door feedback vaak van mijn volgers. Ben ik tot het ding gekomen dat Glow eigenlijk... Ik wil dat een community en een online platform wordt. Met daar ook ja, van alles aankoppende webshop, maar ook hè, zo die webinars, online cursussen. In samenwerking met allemaal professionals. Ja. Want ik kan ook niet alles weten over elk onderwerp. Maar ik wil dat dat een community is dat draait rond gezondheid, maar op alle vlakken eigenlijk. En niet alleen maar op het vlak van... Hé, want als wij denken aan gezondheid, dat is iets waar jullie ook heel veel mee bezig zijn om daar tegenin te gaan, dan denken we altijd aan eten en sporten. Uh-huh. Allee, dus beweging en voeding. Maar het is zoveel meer dan dat. En ik kreeg als ik... Want ik ben eigenlijk... Tijdens Class of Fashion heb ik heel slecht voor mezelf gezorgd, waardoor ik dus tot die burn-out kwam. En na Class of Fashion ben ik voor mezelf beginnen zorgen en ben ik heel wat afgevallen. Mm-hmm. En mensen zagen dat. En ik was echt een heel ander levensstijl begonnen. Mm-hmm. Qua voeding, qua sport, maar vooral ook op al die andere vlakken. En beginnen inzien van, oké, als ik mezelf graag zie, dan zorg ik voor mezelf. En oké, die kilo's die gaan er dan af. Maar dat was eigenlijk totaal niet de goal. Of, allee, ik merkte uiteraard wel dat ik in die 5 jaar tijd veel was bijgekomen. En dat was niet altijd even tof om dat te aanvaarden en zo. Maar... Mm-hmm. Dat was eigenlijk bijkomstig en ik kreeg zo vaak berichtjes van jonge meisjes, allee, of mensen even oud of ouder als mij ook, van ah, body goals of ah, ik wil ook meer sporten en dan kun je niet zeggen wat je allemaal niet eet of wel eet of wat is je dieet dat jij volgt. En dan dacht ik van ja, oké, maar nee, maar ach, hier gaat het toch niet over. Ik ben niet body goals, ik wil ook niet body goals zijn voor jullie. Ik wil dat jullie zelf gaan zoeken naar wat maakt mij blij en wat is voor mij een balans tussen alle verschillende dingen. Want gezondheid is ook de stress dat je hebt. Dat is de mensen met wie dat je praat, de gedachten dat je hebt. Dat is seks. Dat is zoveel meer. Dat is eindeloos. En er wordt altijd zo gefocust op dat. Dus ik dacht, van als ik zo'n online platform start, dan wil ik echt dat dat daar rond draait. En ook zo inderdaad al die crash-diëten en zo vind ik dus ook vreselijk. Ik heb ze zelf ook allemaal vroeger gedaan en geprobeerd. En... ja, eigenlijk nog voordat ik ooit van bijvoorbeeld intuïtief eten had gehoord, wat ik dus ja, een prachtige visie vind, was ik zo zelf wel al zo op heel veel dingen gekomen. En ik heb toen ja, u beginnen volgen en bijvoorbeeld ook Alessia, die nu een vriendin van mij geworden is. En ja, dat was echt zo van, ah, oké, ja, zie, dit is dus eigenlijk wat ik wil zeggen. En dat was zo wel van, ah, dat is keigoed dat er daar al, allee, dat dat echt al een leer is. En dat, mensen dat, ja, dat mensen dat uitdragen en dat effectief een begrip is. En dat dat, ja, dus, allee, dus dat vind ik, allee, ik vind dat supergoed, wat jullie dus inderdaad doen. En dat ligt ook keert in lijn met hetgeen dat ik wil dus uitdragen. Ja. Maar ja, ik vind het heel moeilijk om Glow, want dat was eigenlijk de vraag... samen te vatten, want het gaat ja, zoveel inhouden, maar ik wil ook taboes doorbreken, dingen bespreekbaar maken waar veel mensen niet over praten, mensen ook aan het woord laten, echte verhalen vertellen, want ja, er wordt zoveel niet verteld of niet getoond en ik denk dat dat kei belangrijk is. Ja. Dus ja. Je bent mega ondernemend, dat vind ik echt, echt super, super knap. Er is ook een, hoe is Klaus' Fashion in der tijd ontstaan? Is dat vanuit je ondernemerschap dat is ontstaan? Van, ik wil iets doen, ik wil iets ondernemen, ik wil een visie uitdragen? Nee, dat is, ja, dat is eigenlijk gekomen... Al sinds jongs af aan was ik wel echt met mode bezig. Dus ik vind mode, begrijp me niet verkeerd, vind ik altijd kei tof, maar uiteindelijk zijn kleren maar kleren. En dat is wel iets dat ik... En zeker als je daar constant mee bezig bent, besef je van, oké, dat is eigenlijk redelijk oppervlakkig. Maar nogthans vind ik wel dat je je met kleding kunt uitdrukken, je beter in je vel kunt voelen ook als je wilt, als je zorg draagt voor jezelf en zo. Maar Klaus of Fashion, dat was meer zo'n soort van passieprojectje van mij. Ik was een blog begonnen en ik was dan...
dingen zelf beginnen maken. Zot. Maar maken is een groot woord. Ik maakte dan van een lange broek een kort een shortje. Ja. Ik naaide daar stukjes stof op. Ik nam t-shirts uit mijn kast en ik schreef er teksten op. Ik knipte dat. Ik maakte daar een crop top van. Ja. Ik heb overal studs opgezet tot aan mijn handen bijna bloeden. Van die studs in schoenen te duwen en zo. Echt, ja, wat ik al gedaan heb. Maar, dus ja, van daaruit eigenlijk zo gedacht van, ja, ik wil hiermee verder. Mm-hmm. Maar ik was nog aan het studeren. Maar inderdaad, mijn passie voor ondernemen en dingen doen en in de wereld zetten is veel groter dan mijn passie voor mode. Heb je ooit een andere job gedaan? Nee, denk ik. Ik ben eigenlijk... Ja, ik ben dus gestopt met mijn school. En dan ben ik... Eigenlijk, als ik daaraan terugdenk en als ik nu soms mensen zie van 20 jaar, dan denk ik, ja, Laurentien, zo zot. Dat jij op die leeftijd... Ja. Ging ik dus gaan werken fulltime voor mezelf. Dus ik werd zelfstandige. Ik ging helemaal naar een andere plek verhuizen, want ik ben eigenlijk afkomstig van Temse, Sint-Niklaas. Mm-hmm. En ik ben dan naar Antwerpen verhuisd. Ik ben alleen gaan wonen. Ik heb een hondje genomen toen. Mm-hmm. Die is er nog altijd bij. En ik heb toen zoveel stappen gezet in één keer. En inderdaad, kijk ook wel met Klaas Fashion, doordat ik zo 5 jaar op zo'n soort van sneltrein zat. Mm-hmm. Ik zeg niet dat ik dingen gemist heb, want ik heb geen enkel spijt van alles wat ik gedaan heb. En ik heb daar keiveel uit geleerd. Maar ik heb wel toch vaak dingen gemist. Mezelf verwaarloosd. Soms ook wel vriendschappen misschien een beetje te veel verwaarloosd. Zo het leven dat je hebt van dat je 20 tot 25 jaar zit, normaal is dat all fun and games. Zo, weet je wel, geen verantwoordelijkheden. En bij mij was dat echt wel... soms een heavy burden, allee, om zo te dragen, constant. Is dat daardoor ook misschien dat je meer met mental health en zo bezig bent gaan zijn, omdat je denkt van, dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Je kunt nog zoveel ondernemen en doen, maar als je niet bezig bent met wat er in je omgaat, ja... Ja, effectief. Die crash is wel zo nodig geweest om... stappen te gaan zetten daarin en te gaan beseffen van oké, kijk, als er iets mis is met mij, dan gaat al de rest ook niet. En het komt allemaal voort effectief uit het mentaal welzijn en uit zelfliefde ook wel, vind ik. Want ik ben die laatste 2 jaar echt mezelf graag beginnen zien. Mm-hmm. Ik zeg niet dat ik er al ben, verre van, maar zo heel veel dingen gaan doen voor mij. Zo weet je wel. Ja. Terwijl daarvoor stond alles in het teken van Klaas Fashion. Ik identificeerde mij er ook helemaal mee. Ja. Ik wist om een duur niet meer wie dat ik zelf was. En ik kon mij soms dan ook wel de vraag stellen, want dat was heel moeilijk om daarmee te stoppen eigenlijk. Omdat ik mezelf soms de vraag stel van als Klaas Fashion er niet meer is, wie ben ik dan nog? En gaan mensen mij nog tof vinden als ik Klaas Fashion niet meer heb? Want... ja, iedereen vindt mij nu zo leuk omdat ik die winkels heb en zo, maar gaan ze mij... Allee, dat is uiteraard een belachelijke gedachte. Ja, maar ik toch snap uw angst wel. Is zo het, ja, ik leefde zo hard naar succes en dat is ook iets dat ik zo verkeerd vind, zo deze dagen, dat succes is zo gebaseerd op volgers, op... of dat je heel ondernemend bent of niet, of dat je het goed doet, of dat je in de pers komt. Hè, want met Klaus Fashion hebben we echt in elk boekje gestaan. Je geeft dan een boek uit, mensen denken, oh, wauw. Maar de moment dat ik met een boek ging uitgeven en dat iedereen dacht van, ja, she got it all together, en wow, wow, wow. En je krijgt constant berichtjes, oh, ik wil uw leven, ik wil zijn wie dat jij bent. Allee, daar komt het dan eigenlijk wel op neer. Maar dat was het slechtste dat ik me ooit in mijn leven gevoeld heb. Ja. Dus dat is zo raar. En dat is iets waar heel veel mensen niet bij stilstaan. Dat als je niet in de eerste plaats gelukkig bent met jezelf, dan doe eigenlijk al de rest er niet toe. Nee, want veel mensen denken, als je succesvol bent, dan ga je gelukkig zijn. Ja, nee. Maar nee. Dat is totaal niet waar. En dat succesvol zijn is dan vooral gebaseerd op wat de maatschappij verwacht of vindt dat succesvol zijn is. Want ik vind nu succesvol zijn op tijd zeggen, oké... even rustig aan doen en succesvol zijn is voor mij nu op een zondag met mijn vriendinnen naar de markt gaan om bloemetjes en mijn plantjes water geven. En weet je, voor mij is dat succesvol zijn geworden. Dus ook allemaal op een rijtje hebben en voor jezelf en voor je mentale gezondheid ook nog kunnen zorgen. Want je kunt nog zo succesvol zijn, maar zoals dat je zegt, als je dan heel de tijd met die druk van de maatschappij zit en je hebt heel de tijd stress... vind ik niet dat je kunt zeggen dat je echt succesvol bent, want je hebt ook gewoon niet alles op een rijtje. Als je er niet van kunt genieten, waar heb je dan nu succes? Ja, exact. Ja.
En ik weet dat als we het dan hebben over wanneer ben je succesvol, ik heb dat bij mezelf ook heel hard gemerkt, dat toen ik mijn pagina begonnen ben, had ik ook al ongeveer dezelfde visie die ik wou uitdragen. Maar dan had ik zo 1000 volgers en waren mensen zo van... Oh, die healthy habits, wat is dat? En dat is belachelijk. En was er echt zo judgend? En vanaf dat ik dan zo 10.000 volgers had, dan begonnen mensen mij zo serieus te nemen. Ze van, ze is precies toch wel iets aan het doen. Oei, ze kan precies dan toch wel iets. En nu begint dat zo meer en meer te komen, terwijl ik denk van, ik ben nog steeds dezelfde persoon en ik draag nog steeds dezelfde visie uit. Maar ik was precies toen ik 1000 volgers had, minder waard dan dat ik het nu heb. En dat vind ik... wel heel erg, want wie bent je nog als dat wegvalt? Gaan mensen u dan nog even graag zien? Dat snap ik en dat heb ik dus ook zelf ervaren. Maar ik denk dat daarom ook zo belangrijk is om podcasts zoals deze te hebben of zoals ik van plan ben met mijn platform. Of er zijn ondertussen nog wel al meer mensen die zo'n dingen naar voren brengen. Dat jonge meisjes zich echt niet moeten gaan focussen op dat volgersaantal of dat aantal likes of... want als je daarvoor leeft, gaat het toch nooit... Dan gaat je nooit gelukkig worden. Nee. Want ik weet nog dat ik zei, ja, 10.000 volgers, ja, dan wauw. Maar dan ben je daar en je snakt zo naar, ik wil het nog... Volgende. Het volgende. En dat is zo de destination. Dat is echt de trap. Ja, dat is echt de trap van, en als ik dat dan heb bereikt, dan ga ik gelukkig zijn. Ja. Als ik dat heb bereikt, dan ga ik gelukkig zijn. Maar nee, want dat geluk blijft altijd uit en je bent teleurgesteld, want je bent daar dan. En dat voelt niet zo als dat jij verwacht had. Ja. Maar dat is ook extern, hè. Als jij je geluk altijd in de handen legt van onbekenden die je een like geven, dan ben je super instabiel en super fragiel. Maar als je doorhebt dat het geluk van binnenkomt, van eigenlijk van oké, ik ga goed voor mezelf zorgen en als mensen dat tof vinden wat ik post, goed, maar niet gaan leven in functie van oké, ik wil meer volgers of meer geld of meer dingen, maar meer eigenlijk naar binnen gaan kijken. Ja. En kijken, ik weet dat ik dat tijdens de afgelopen vakantie, dat ik in Frankrijk was een week, dat ik toen zo... Ik zei dat ook tegen u van, amai, nu besef ik echt wat mij echt gelukkig maakt. En dat is je omringen met mensen die je graag hebben, die je graag zien, die je respecteren. En niet geld of volgers of eender wat, maar echt... uw omgeving en hoe dat jij jezelf daarbij ook kunt zijn. Dat vind ik zoveel meer waardevol dan al de rest. Ja. Maar dat is wel heel moeilijk, want als je zo'n cloud fashion business hebt, hoeveel mensen zeggen van wow, en kijk hoe bezig. Ja. Dus je begint dat ook te geloven dat datgene is... Dat goed is. Dat goed is. Ja. Dus ik kan mij wel inbeelden dat echt een heel moeilijke beslissing moet zijn om daar afstand van te nemen. Ja, want dat is ook iets dat... Iedereen zei mij ook altijd van, en hoe zot is dat toch dat jij bent durven starten met ondernemen en dat je die stap hebt durven zetten. Maar dan denk ik altijd zo, uiteindelijk, dat is gewoon beginnen, starten. Ja. Maar het zotste dat ik vind dat ik tot nu toe gedaan heb op dat vlak, is eigenlijk op het moment dat ik voel dat het niet meer juist is en dat ik het niet meer graag doe en dat het mij niet meer volbrengt, te zeggen van, ik stop hier en nu en... I don't give a shit what anybody has to say about that. En ik was daar echt zo bang voor die reacties. En ook om al die meisjes die dus mij volgden en volgen en die Class of Fashion zo tof vonden, om die teleur te stellen. Ja. Want dan doe je automatisch... of dat dacht ik dat ik dat ging doen, maar uiteindelijk die respons op die blogpost en die video dat ik toen uitgestuurd heb... ik denk dat ik nog altijd alle berichten niet gelezen heb, bij wijze van spreken. Yeah. Dat was zo zot en dat was allemaal zo gevuld met liefde en begrip. Mm-hmm. Omdat ik ook de tijd had genomen om dat eerlijk uit te leggen. Van kijk, ik was op. Ik ben op en ik ben nog altijd zo fier eigenlijk op mezelf als ik daaraan terugdenk. Want ik sta er misschien te weinig bij stil dat ik mezelf daar... toch zo doorgesteurd heb. Mm-hmm. Terwijl er echt zoveel dagen waren dat ik gewoon... niet uit mijn bed wou. Hè? Mm-hmm. Dat ik echt dacht van... hoe moet ik in godsnaam uit mijn bed komen vandaag... en een dag overleven? En toen ik besloten had om ermee te stoppen... ja, dan is dat... eens dat die beslissing valt, dat was al een zowel aan een pak van mijn schouder... van oké, ik ga nu ik heb de beslissing gemaakt... ik wil een oplossing zoeken voor... wat ga ik ermee doen? Sluiten we gewoon een boel? Of verkoop ik het? Of hoe ga ik dat aanpakken? Want ja, dat is dan het volgende. En dan zo heel die zoektocht naar de juiste partner en dat allemaal. Dat is echt zo op het laatste van mijn energie geweest. Mm-hmm. Maar dat is zo wat ik nu altijd zeg tegen mensen die het heel moeilijk hebben. Van je moet echt wel blijven vechten, want het wordt echt wel beter. Ook al lijkt het
alsof het nooit meer beter gaat worden. Ja. En alsof je nooit meer de oude gaat zijn. Ja. Dat is wel. En, ik heb zo'n beetje in dezelfde situatie, niet dan qua een winkel opgeven, maar ik heb eerst 4 jaar geneeskunde gestudeerd. En volgens al mijn medestudenten was ik iemand die met 2 vingers in de neus grote onderscheiding had. Dus iedereen was echt zo van, ja, Goedrun, die gaat een grote chirurg worden, weet ik veel wat. Maar ik was langzaamaan echt aan het wegkwijnen. En op een bepaald moment ben ik in een examenperiode ook echt gewoon keihard gecrashed, omdat ik elke examenperiode opnieuw echt gewoon mentaal er compleet onderdoor zat, want ik deed dat helemaal niet graag. Maar op het moment dat ik ook besloot om daarmee te stoppen, dat was voor mij echt een last dat van mijn schouders viel, maar om dat dan aan andere mensen te vertellen. Ja. Mensen die mij niet goed kenden, die hadden direct zoiets van, dom is dat. Want je had een grote chirurg kunnen worden en jij moet niet eens moeite doen. Maar mensen die mij echt goed kenden, die zeiden wel van, als wij je dan nooit meer zo moeten zien, zoals de laatste maanden, dan moet jij bij wijze van spreken kuisvrouw worden, of weet ik veel wat, als je maar gelukkig bent. En dan merk ik ook zo van, oké, de mensen die echt dicht bij mij stonden, hadden wel door van, deze is niet oké. Nee. Maar dan nog, voor de mening van zoveel andere mensen, vond ik dat ook heel moeilijk, want er zijn ook mensen die daar heel negatief en onbegripvol op hebben gereageerd, maar niet de mensen die mij kennen. Ah, wel, en die mensen doen er dan effectief ook niet toe. Ja, ik had dat ook met mijn papa bijvoorbeeld, dat is zo schattig. Die mens, dat is zo'n creatief, dat is een kok, die hebben, mijn ouders hebben een restaurant gehad vroeger. En die voelt mij zo altijd heel hard aan. Wij lijken keihard op elkaar. En toen ik was starten met Clouds of Fashion, normaal gezien, als mijn ouders zo zeiden nee, dan was het ook nee. Mm-hmm. En ik zeg niet dat ik daar dan ging naar luisteren, want ik heb sowieso een konijn gekocht, terwijl ze heel duidelijk nee gezegd hadden. En er zijn 100 miljoen dingen dat ik gedaan heb, terwijl het eigenlijk echt niet mocht. Maar ik dacht toen van, oké, als ik dit ga voorstellen, van ik wil hier een eigen zaak beginnen, en ze zeggen nee, dat wordt wel moeilijk, want als je de steun van je ouders niet hebt, niet financieel, maar gewoon dat die niet achter je staan, dat wist ik niet hoe ik dat dan ging doen. Maar mijn papa was dan ook de eerste tegen wie dat ik dat zei. En die zei ook achteraf van, ik wist dat ik je niet ging kunnen tegenhouden, want ik had je nog nooit zo gepassioneerd bezig gezien met iets. En dan ook de moment dat ik wou stoppen en ik zei dat met mijn bevende stem, tranen, alles. Zo van, papa, ik weet niet of ik nog wel verder doen. Dan zei hij zo, maar meisje, ik wist het wel. Allee, zo van, ik zag het, ik wist het dat het ging komen. Hij zei, ik had gewoon niet gedacht dat het nu al ging zijn. Ja. Maar hij zei van, ik ken u en je zei niet, je wilt... Het enige wat wij willen, zegt hij dan zo over ons, is een impact hebben. En dat maakt niet uit of dat nu voor zoveel volk is of voor 5 man. Het belangrijkste is dat je kunt doen wat je graag doet. Maar alles wat je nu hebt opgebouwd, je kunt niet meer doen wat je graag doet. Dus dan moet je daar ook gewoon voor kiezen om ermee te stoppen. Dus dat was ook zo, effectief de mensen die je graag zien en die je kennen, die weten wat dat... Want dat best is voor u en al de rest doet er niet toe. Hè? Nee. Ik herinner mij ook toen ik u in de periode volgde van dat je nog Clouds on Fashion deed, dat ik ook altijd zag dat je heel stressvol was. En jij deelde dat toen ook regelmatig op je social media platform, dat je altijd zo van hier naar daar moest rushen. Is dat iets waar je ondertussen beter mee kunt omgaan met stress? Ja, toch wel. Ik heb wel echt een manier gevonden, of manieren gevonden om mezelf te ontstressen. Te ontstressen. Maar vooral ga ik niet meer in die overdrive mode. Dat is eigenlijk het belangrijkste om voor mij, om niet te veel te plannen. Ik plan nu, het is nu corona, dus we kunnen niet veel doen. Nee. Maar ook voordien zorgde ik er echt voor. Want vroeger, ik was nooit een avond alleen thuis. Ja. Ik was altijd weg. Mijn appartement was ook totaal niet ingericht, niet gezellig, niks. Omdat ik daar nooit was, buiten om te slapen. En nu plan ik echt zo... Ik zorg ervoor dat er 2-3 avonden zijn dat ik gewoon alleen ben. Ja. Zodat ik die kan invullen hoe dat ik zelf wil. Als ik goesting heb om naar een vriendin te gaan, dan doe ik dat. Als ik thuis wil zijn, gewoon op mijn eigen, dan is dat ook perfectly fine. Maar als ik dat niet inplan, dan ga ik al snel... erover weer. Mm-hmm. Dus ik moet mezelf daar echt keihard voor beschermen. En voor de rest probeer ik echt zelfzorg en mezelf gewoon op de eerste plek te zetten. Ja. En altijd... Want vroeger ging het werk altijd voor, maar nu zal ik altijd zorgen dat ik eerst gesport heb. Dat ik gezond eten heb. Dat ik... Dat ik dingen doe, dat ik op tijd ga wandelen buiten. Mm-hmm. En niet denk van, ik moet hier verder doen, want ik heb altijd zoiets van, the world can wait. Mm-hmm. Ja.
I come first, the rest comes second. En alles komt altijd wel goed. En dus daar probeer ik echt keihard aan vast te houden aan die goede gewoontes. Mm-hmm. In die nieuwe levensstijl dat ik heb ontwikkeld, draait het eigenlijk allemaal rond goede gewoontes. Maar vaak denken mensen dat goede gewoontes, dat vraagt soms wel zelfdiscipline. Yeah. Hey, want als mensen dan zo zeggen van ja, hey, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is gewoon soms wel kiezen voor de dingen dat je weet van die brengen mij op de lange termijn resultaat mm-hmm. en niet op de korte termijn. Ja, dat is met alles zo. Ik weet dat ik me beter voel als ik ga lopen. Mm-hmm. Dus ik moet gewoon soms denken van oké, kom aan, let's do it. En oké, als ik echt geen zin heb, of ik voel ik ben moe, dan ga ik het mezelf ook niet pushen. Ik luister ook wel echt naar mijn lichaam. Maar vaak is het toch wel hetzelfde met dat vroeg opstaan. Hè? Mm-hmm. Ja, ik weet wat dat doet voor mijn dag. Dus ik probeer me daar echt aan te houden. Mm-hmm. En die routines zijn superbelangrijk. Mm-hmm. Ik ben zelf... nog iemand die zegt vroeg. Ja, ik ben altijd heel nieuwsgierig naar mensen dat hebben. Want ik ben zo... We hebben daar nogal een podcastopname over gehad. En dat triggert mij op de een of andere manier, omdat ik dat altijd... Als mensen dat tegen mij zeggen, zo van dat vroeg opstaan, dan ben ik echt zo, wow. Ik wil dat door kunnen. Maar op de een of andere manier, I don't get it. Maar ik snap wel dat het u gelukkig maakt en dat het u in de dag heel veel oplevert. Uh-huh. Maar het is de keuze maken, 's morgens, ik kom eruit, uh-huh. zo die knop omdraaien. Ja. Dat is vaak zo een stap dat je moet zetten. Ja, zeker. Jij ja. zegt ook van, ja, ik leg mijn loopkleren klaar. Ja. Ja, en dat set yourself 3-2 up for success. Ja, dat is zo echt. Want je weet dat je daarna gelukkig bent. Of ja, gelukkig bent dat je gewoon dat voor jezelf mm-hmm. hebt gedaan. Dat je even voor jezelf ook tijd hebt genomen. Want dat is kei belangrijk. Maar is dat iets dat bij u gekomen is van... Ik ga dat eens proberen en kijken wat dat geeft? Of van waar is dat gekomen? Nee, dat is eigenlijk gekomen doordat ik vaak tijdens Klaas of Fashionist om 4 uur of om 5 uur opstond. Maar wat? Ja, voor al te beginnen werken eigenlijk. Omdat dat gewoon... De enige uren waren dat ik dan niemand had dat mij lastig viel. Ja. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of dat jullie ook mensen hebben die bij jullie werken, maar mm-hmm. ja, eens dat een dag begint, ja, dan hebben die mensen vragen, wat ook super normaal is. Mm-hmm. Ik ben ook echt niet de grootste, beste people manager. Als ik ooit terug iemand aanneem, ga ik... ik liet mij wel begeleiden, hè, en zo, maar toch, ik vind dat zo moeilijk. Mensen die uw leeftijd zijn, om het goed en juist te doen. Mm-hmm. En daar kan ik ook een hele podcast over vullen, wat ik ook allemaal meegemaakt heb en zo. Yeah. Maar je maakt ook zelf fouten, alleszins. Maar dus vanaf dat een dag begint, is dat, ja, dan zijn ze constant afgeleid doordat die dingen vragen, doordat er dingen moeten gebeuren. Of ook gewoon je vrienden die je WhatsAppjes sturen, mails komen binnen. En als ik om 4 uur opstond, ja, dan had ik eigenlijk gewoon nog die rust. Maar het fout daaraan was dat ik dus wel direct begon te werken. Ik gebruik dat gewoon om meer uren in een dag te hebben. Hè. Ja. Iedereen wil altijd meer uren in zijn dag. Ja, ik dacht, oké, ik sta gewoon vroeger op. Ik moet wel zeggen dat ik altijd al een redelijk... Ik ben altijd productiever geweest in de ochtend dan in de avond, ook mm-hmm. met examens en zo. Maar ik vind zo... jij zegt dat nu niet, maar mensen die zo zeggen, ja, maar ik ben geen ochtendmens. Dan denk ik zo, ja, oké, dat kan zijn dat je dat vindt van jezelf, maar je weet dat niet. Nee. Of dat je dat echt zijt totdat je dat geprobeerd hebt. Ik dacht ook altijd dat ik bijvoorbeeld niet in de fitness echt krachttraining zou gaan doen. Ik vond dat echt zoiets van, ja, dat is voor mannen en dat is al zeker niks voor mij en ik wil geen bodybuilder worden, dus ik ga dat niet doen. Maar ik ben daarmee begonnen en ik heb daar superveel aan. Ik vind dat ook kei tof. Maar je moet soms zo wat dingen, je moet dingen proberen vooraleer dat je weet of dat iets is. Je kunt niet zomaar zeggen uit het niks als je het niet hebt geprobeerd. Je moet het inderdaad eerst proberen. Maar er zijn zoveel mensen die zo zeggen, ja, maar ik ben lui. Maar ik ben gewoon zo. Je kunt dat veranderen. Maar dus, alleszins, daardoor ben ik... op een gegeven moment heb ik een boek gelezen. Miracle Morning heet die. En dan ook nog heel veel andere boeken. En ben ik daar podcasts over beginnen luisteren. Van ja, oké, misschien kan ik die kracht dat ik heb en dat karakter dat ik heb om zo vroeg op te staan ook wel echt op een positieve manier benutten. En dan op het einde bij Klaas of Fashion deed ik dat ook wel al vaker. Om dan die ochtend effectief te gebruiken om al te mediteren, yoga te doen, te visualiseren, te affirmeren, in een dagboek te schrijven. Dus dat zijn zo allemaal dingen die er wel voor zorgen dat je... Ja, dat je bijvoorbeeld dat journalen is keigoed, omdat je dan even stilstaat bij wat er gaande is. Je verplicht jezelf eigenlijk na te denken over... Oké, what's going on? Is there a problem? Can I fix it? Gaat alles goed? Oké, kei tof. Amai, even
take a moment to appreciate it. Want dat doen wij zoveel te weinig. En dan met dat visualiseren en dat affirmeren kun je keiveel van die patronen doorbreken dat je hebt. Of denkwijzen die je hebt over jezelf die niet correct zijn. En ja, ik geloof ook mega hard in de law of attraction. Dus dat is zo allemaal zo. Dus dat is eigenlijk zo even. Ik pak daar echt een uur en een half voor. Soms ook maar 10 minuten. Maar ik pak die een tijd om eigenlijk die stappen wel allemaal altijd te doorlopen. Mm-hmm. En als dat niet zo is, als het mij dat niet lukt, stel nu dat ik toch op een of andere manier mij overslapen heb of zo, dan ga ik mezelf ook niet kwalijk nemen of boos zijn op mezelf. Want ja, ik had dan die webinar daarover gedaan, hè, want ik heb dat dan de Glow Morning Routine gedoopt. Ik heb zo alles wat ik geleerd heb uit die boeken en zo wat samengevoegd en mijn eigen ding ervan gemaakt. Yeah. En dan had ik ook echt al op voorhand gezegd van, don't beat yourself up als het een dag niet lukt. Want mensen zijn soms zo, ja, dat is zoals met diëten of zo. Ze gaan altijd zo volle gas ervoor. En ze denken, oké, nu ga ik mijn hele leven helemaal omgooien. Ja. Maar het probleem is, als je dat doet, dat je veel sneller faalt. En ja, zo werkt het gewoon. En dat, je houdt dat niet vol. En dan denkt je, ik kan nooit iets volhouden. En dan is dat weer iets dat je denkt over jezelf. En klopt. Dat is allemaal niet zeer positief. Dus Dus je hebt dat eigenlijk, je hebt hetgeen wat je in eerste instantie als iets negatief, dus misschien een heel beladen woord, maar gebruikte om meer tijd te hebben, heb je dan uiteindelijk omgevormd in iets positiefs voor jezelf. Ja. En wat ik wel positief vind, is dat je daar ook niet inderdaad dat zwart-wit in hebt, dat je als je dan overslaapt of als je voelt, mijn lijf heeft het echt even nodig om langer te slapen, dat je daar ook gewoon naar kunt luisteren. Want we hebben ook een aflevering opgenomen over intuïtief eten en bewegen, dat je ook wel echt naar je lijf kunt luisteren zonder dat je jezelf de druk oplegt van, ik moet dit doen. Ja, ja, ja. Maar wat je zegt is ook wel van, soms moet je ook wel dedicated zijn. Want ik weet dat, het is dat, de balans. Ja. Ja, dat bewegen mij ook gelukkiger gaat maken. En dat ik daar mezelf beter bij ga voelen. Maar het is de start maken. Je moet ook even door die appel bijten. Ja, ja. En zo even van, oké, ik kan dit wel. En dat vertrouwen krijgen. Maar daar moet je eerst door een fase. Ja. Vooraleer dat je in die gezonde gewoonte bent. Ja. Ja, want bijvoorbeeld bij sporten heb ik dat ook echt. Tijdens Class of Fashion ben ik ook zo'n paar keer echt, ik kan niet zeggen hoeveel kilo, maar wel echt veel afgevallen, terugbijgekomen. Ik was ook echt zo'n jojo'er en ik deed allemaal van die zotte diëten en zo. Ik heb ook wel zo aan eetzones gehad als ik jonger was. En sporten was ook zoiets dat het dan altijd met zware ups en downs ging. Terwijl nu is dat echt zo al een hele tijd stabiel. En oké, er zijn weken dat ik dat minder doe, er zijn weken dat ik dat meer doe. Ik voel zo'n beetje aan waar ik nood aan heb. Of als ik mij bijvoorbeeld wat slechter voel of zo, zou ik misschien eens 's avonds yoga doen in plaats van dat ik gepland had dat ik ging lopen. Maar terwijl in die andere fases van mijn leven zou dat dan geweest zijn, godverdomme, je moet gaan lopen, het staat hier in hun agenda, anders dan ga je jezelf eigenlijk slecht doen voelen daarover. Maar bijvoorbeeld sporten ook, dat heeft zoveel effecten gehad op mij, op de positieve manier, vooral na Class of Fashion. Ik heb geen migraine, bijvoorbeeld tijdens Class of Fashion, ik had echt constant migraine, echt hoofd aanvallen, de pijn, ik moest me dan echt neerleggen, ik kon niks meer doen. Ik heb keiveel keelontstekingen gehad. Ik ben nu sindsdien nooit meer ziek geweest, want ik had zo vaak een keelontsteking dat we erover aan het denken waren om mijn amandel te verwijderen, zodat ik dat niet meer zou hebben. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt de bedoeling. Je moet gaan kijken, hoe komt dat je altijd keelontstekingen hebt? Ja, maar toen wou ik een quick fix en ik was echt aan het overwegen, want mijn broer die heeft dat ook gedaan. Met die ook wel een beetje, die heeft 7 supermarkten en die werkt ook heel veel. Ja. Maar anyway, ik weet al niet meer wat ik aan het zeggen was. dat sporten bijvoorbeeld. Ja. Dat bijvoorbeeld bij mij wel keiveel in motion heeft gezet naar zelfzorg toe. En ik heb dan ook zo'n opleiding gedaan van physical trainer op een gegeven moment, omdat ik dat gewoon zo interessant en tof vond. Niet per se om daar iets mee te doen, want ik kan er niet echt iets mee doen, maar gewoon voor mezelf. Zelfontwikkeling en door die morning routine vind ik, zet je zo hard ten toon voor je dag en voor ook gewoon wel je leven, omdat je als je elke dag daar even allemaal de tijd voor neemt, dat is echt zelfontwikkeling en dat vind ik wel zalig. Heel mooi. Als er mensen zijn die luisteren, die heel veel moeite hebben om voor zichzelf te zorgen, waar vind jij dat iemand mee zou kunnen starten om beter voor... Wat is voor u het begin om beter voor uzelf te zorgen? Ja, ik vind dat moeilijk. Want bij mij is het eigenlijk op een gegeven moment, want dus na
ik las de fashion en dan ik ben dan naar Bali geweest. Hè, mm-hmm. En dan kom ik terug. En dan, ik heb eigenlijk nog wel 2 jaar zo wat up en down mm-hmm. geweest. Dat ik zo echt extreme highs. En dan dacht ik, ja, het is helemaal voorbij. En dan zo toch, ah, oh, toch niet, huh, raar. Dus dat is eigenlijk tot nu, en soms denk ik nu weer nog altijd van de laatste maanden, is het echt wel zo wat stabiel. En, maar toch denk ik, well, ja, misschien gaat het morgen weer ineens terug slecht. Ik denk dat dat ook niet erg is. Maar ik heb op een gegeven dag, ik weet dat nog, ik denk dat dat nu ongeveer 1 jaar geleden is, gezegd van, oké, en nu stop ik ermee met zo mezelf slecht te voelen. En ik kon ook nooit niet benoemen wat het precies was. En dan heb ik yoga gaan doen die een dag. Gewoon zo een lesje gaan volgen. Toen, ik geen corona, dus dat kon ook gewoon nog zomaar. Ik was daar nog nooit niet geweest. Ik ben yoga gaan doen. Ik had daar nog niet heel veel gedaan. En dan naar de massage geweest. En een boek gelezen s'avonds. Mijn gsm afgezet. En ik weet nog, de dag daarna ben ik opgestaan en ben ik gaan lopen, na een lange tijd ook. En ik voelde mij zo goed. En dan, ik weet niet, doordat ik zo precies beslist had van, oké, nu ga ik voor mezelf zorgen, mm-hmm. is zo de bal beginnen rollen. En dan was dat eerst zo precies zo gewoon al terug koken voor mezelf. En dat sporten terug oppikken. En daardoor beginnen beseffen van, ah ja, oké, kijk maar, wat maakt me nog blij? En dan, ja. Ik weet niet, dat was zo'n sneeuwbaleffect. Maar ik denk dat het gewoon vooral de keuze maken is van, oké, kijk, ik zie mezelf graag. Ja. Of ik zie mezelf nog niet graag, maar ik wil mezelf graag zien. Ja. Wat doe ik en hoe handel ik als ik mezelf graag zie? Mm-hmm. Wat zijn dan de dingen die ik doe? Voor sommige mensen is dat, ik heb een vriendin die gaat keigraag padellen. Ik bedoel, laat die niet lopen, want die wordt zot. Maar die gaat keigraag padellen en die zegt, amai, dan ben ik altijd even mijn dingen kwijt. Ja. Er zijn mensen die graag in bad gaan, er zijn mensen die graag, ik weet niet, puzzelen. Ik bedoel, mm-hmm. je moet gewoon zo wat dingen zoeken die dus rustig niet maken. Dus niet one size fits all. Nee, sowieso niet. En ik denk ook dat het belangrijk is om te leren gewoon zijn. En ik weet, dat klinkt zo wel zo heel... veel mensen vinden mij zo al zo van, oh my god, dit wordt hier nog een hippie of zo. Maar nee. Ik, gewoon zijn is zo... Wij doen dat zo weinig. Gewoon in uw zetel zitten, weet ik veel. En u... Want bijvoorbeeld, als je dan op uw gsm zit, dat is niet gewoon zijn. Hè? Alleen dan kunnen we wel zeggen, ik zit toch rustig neer. Ja, nee, want je bent nog altijd bezig. Mm-hmm. En zelfs een boek lezen is dan eigenlijk nog altijd je brein in actie zetten, tenzij dat een non-fictie is. Maar, of nee, dat fictie is. maar bijvoorbeeld, alleen mijn mama die breidt. En dan denk ik altijd, oh, dat is zalig. Je moet me dat eens leren, zodat ik dat ook kan doen. Dat is effectief gewoon zijn. Of ja, gaan wandelen of zo. Hè? Dan ik zie dat soms nu bij mezelf, als ik dan zo mijn laptop dicht doe en ik denk, ja, ik ben gestopt met werken, ik ga me-time doen. En dan in de winter, ik ga dan voor de kachel zitten en is dat zo heel snel, uw me-time verandert heel snel in afleiding. Scrollen op uw gsm, een boek lezen dat dan over passie gaat. Altijd over voeding. Ik kan mij dan niks anders lezen, omdat dat mij niet echt interesseert. Dus het moet altijd over voeding gaan. En zo ben ik... zo zijn ze nooit rustig. Nee. Want je wordt constant blootgesteld aan prikkels. Mm-hmm. En je bent constant... Je blijft nadenken, want door een boek te lezen krijg je extra inzichten en die wil je implementeren. En zo blijf je altijd vooruit gaan. En ik denk, hetgeen wat ik je hoor zeggen, is dat je echt even uit je race moet durven stappen. Mm-hmm. Ja. En de beslissing moet durven en kunnen maken. En nu wordt het tijd dat ik voor mezelf ga zorgen. Mm-hmm. Want... Bij jou ook heeft dat dan geleid tot een burn-out, doordat je gewoon heel de tijd gaat. Ik denk dat dit is wat heel veel mensen wel herkennen, dat ze maar blijven gaan totdat ze op het punt zitten dat het niet meer gaat. Maar het probleem is om effectief inderdaad op tijd eruit te stappen. Want ik wil altijd zo mensen gaan behoeden van pas op, maar je moet dat toch een beetje zelf inzien en willen doen dan ook. Ja, vooral dat. Dat is echt een bewuste keuze. Want ik heb nu ook wel momenten gehad de afgelopen maanden dat ik dacht van, als ik nu blijf gaan, dan loop ik echt recht met mijn kop tegen de muur. Mm-hmm. En dan heb ik ook op die moment echt bewust de keuze gemaakt van, oké, en nu ga ik mezelf op de eerste plaats zetten. En ik heb dat dan ook gedaan. Ik heb dan echt heel veel dagen aan een stuk gewoon eerst gaan wandelen. Ook 's middags niet meer voor mijn computer gegeten, terwijl ik aan het werken was. 's Avonds ook zoiets doen, maar je gsm uitzetten terwijl je naar tv kijkt. Mm. Omdat mijn gsm is altijd een stuk werk. Mm-hmm. Daar is ook een account van werk. Dus gewoon uitzetten. En dan was ik echt zo, wow, ik heb nog nooit zo geconcentreerd een film gekeken in de laatste jaren. Ja. Dat is echt zo van, wow. Ja. Zo kan een film kijken dus ook zijn. Maar je zit zo snel altijd
meerdere dingen tegelijk te doen. Mm-hmm. In plaats van gewoon zo met je bewustzijn één ding even... Ja. Gewoon even te eten, even te wandelen, even een film te kijken. Het is altijd zo van tegelijkertijd toch nog even mails checken of toch nog even berichten beantwoorden. En dat bewust zeggen van oké, dat ga ik niet meer doen, mm-hmm. dat heeft voor mij ook wel echt ervoor gezorgd dat ik niet meer met een kop tegen de muur ben gelopen. Mm-hmm. Dat ik echt even gas terug heb genomen. Mm-hmm. En ik denk dat mensen soms echt wachten tot ze tegen de muur geknald zijn. Mm-hmm. En het is een beetje dat zelfinzicht krijgen van oké, van wanneer is het tijd om op de rem te staan, dat voor veel mensen moeilijk is. Want het is, mm-hmm. zeker als je een eigen business hebt, is, ik weet niet hoe verleidelijk om gewoon te blijven gaan. Hè? Ja. Want je merkt van, wow, dit werkt en dit kan nog beter en dat en dat. En nog een idee en dat kunnen we doen. En om dan zelf te zeggen van, we gaan even wachten. Mm-hmm. Ik vind dat zo moeilijk, maar wel... Zo belangrijk als je iets wilt kunnen volhouden. Ja, want tegenwoordig is het altijd zo productief. We moeten productief zijn, we moeten altijd bezig zijn. En ook, als ik dan kook, dan denk ik, ik ga een podcast opluisteren. Kan ik ondertussen nog wat inzichten opdoen of zo. Maar nee, kookt gewoon, doe gewoon dat. Dat is ook al goed. En zet even alles af. En ik heb nu ook wel zo geleerd, want daarom heb ik ook zo lang... Want ik had dat idee van glow eigenlijk al tijdens Clouds of Fashion... Oh. En ik wist gewoon zo... Allez, ik vond dat het nog meer vorm moest krijgen. Maar ik had er eigenlijk al mee kunnen starten. Zoals ik met Clouds of Fashion ben ik ook gewoon gestart. Een klein onnozel pop-up winkeltje in een boerengat bij mij in de buurt. En dat moest niet groot of zot zijn. Maar ik weet niet wat dat was, maar die 2 jaar... heb ik er altijd wel mee bezig geweest, maar nooit durven starten, omdat ik er ook gewoon om den duur te veel gewicht aan hang. Van, oké, als ik dat nu naar buiten breng, moet het ineens goed zijn. En dan zo, ik denk nu een maand geleden, had ik zoiets van, oké, kijk. Ik ga gewoon zo eens een webinar geven. En eens kijken wat dat doet. En ik ga gewoon eens vragen, wat wilde Gilder? Want mensen vroegen mij dat ook al lang, van, dat zal zo tof zijn. Hè? En ik zei, oké, over wat wilde een webinar? Ja. En mensen zo, oh my god, uw ochtendroutine. Dus ik zo, oké. Ik kan dat doen. En dan heb ik dat ook zo vanuit de Glow Community gedaan. En ik heb dat dan de Glow Morning Routine genoemd. En ik ben gestart. En nu is dat zo van, oké, kijk, dit is het nu. En ik ben nu daar een e-book van aan het maken. Ik ga die webinar nog eens geven, omdat er zoveel vraag naar is. En het volgende komt wel weer. Ja, one step at a time. Ja, je moet niet in één keer alles perfect. En op die Instagram komen nog geen berichten. Mijn branding is nog niet af. Het is allemaal gewoon nog een beetje zoals het is momenteel. Ja. Maar dat is perfect, hè. Ja, dat is helemaal oké. Is dat niet omdat je misschien in het begin het gevoel had van oké, dat vorige is zo big geweest. I have very big shoes to fill. Mm-hmm, dat je van jezelf direct verwacht van het volgende dat ik doe moet minstens zo groot worden. Ja, en ook inderdaad, there are a lot of eyes watching. Mm-hmm. En ook wel zo de angst van hetgeen dat ik nu ga doen ligt zoveel dichter bij mezelf. Mm-hmm. Terwijl kleren verkopen, mensen kunnen nu daar niet echt op judgen. Nee, klopt. Allee, ze kunnen wel zeggen, ik zal het beter doen of ik zal dat niet aankopen en dat wel. Maar dat kwetst u niet, omdat dat je niet persoonlijk raakt. Nee. Maar als je naar buiten komt met verhalen, als je je visie en je mening gaat, dat is toch wel veel meer. En ik had dat al vaak ervaren, want ik huil op mijn Instagram, ik deel effectief alle highs, alle lows. En ik ben echt al vaak gebotst op mensen die vinden van, dat kan toch niet, en wat dat is toch voor aandacht als je dat erop zet, dat je aan het wenen bent en zo van die dingen. Terwijl dat allemaal echt altijd heel oprecht en natuurlijk komt. En ik vind dat gewoon super belangrijk om dat te delen. Maar dus daardoor ook altijd wel wat bang geweest van oké, dat staat zoveel dichter bij mij. Als ik daarmee naar buiten kom, wil ik daar echt krachtig achter staan en kunnen zeggen van oké. En niet nog zo half moe van ik ben er nog niet helemaal klaar voor. Want als je dan inderdaad kritiek krijgt, dan ben je heel snel kopken onder. Terwijl als je heel krachtig bent voor wat je staat, je staat daar heel zelfzeker achter, dan kunnen ze je niet zo snel raken, omdat jij weet, dit is waarvoor ik sta. Je mocht een andere mening hebben, maar dit is wat ik wil uitdragen. Ja. Gaat je dat veel minder raken? Ja, effectief. En ik heb nu ook al geleerd dat die commentaren er effectief niet toe doen, want wat ik doe op mijn Instagram is om te beginnen... in mijn zaak en niet die van iemand anders. Heel goed, dat blijft. Daar begint het al mee. Ja. Dus, it's none of your business. Hoe dat ik mijn leven leid. En ik wil dat ook niet veranderen. Daarom wil ik bijvoorbeeld voor die Glow ook wel echt een apart profiel. Want ik wil dat mijn Instagram gewoon blijft draaien rond Laurentien en mijn leven. Hè. Ja. Bijvoorbeeld bij u, ik weet niet of jij ook een privéprofiel hebt, maar Want vaak is dat zo verweven. Ik wil gewoon op mijn Instagram ook nog
kunnen delen dat ik met mijn vriendinnen ga gaan dansen en dat ik zat een booty shake. En dat gewoon, dat is mijn Instagram. Ik deel alles wat ik daarop wil. En dan voor de mensen die misschien niet op mijn kop kunnen zien, die mogen dat. die mogen mijn glow community volgen en daar zal het veel minder rond mij draaien. Ja. Snap je? Dus, ja. Het is heel mooi dat je daar ook die afscheiding in hebt. Ik heb zelf ook een afscheiding, maar ik moet zeggen, mijn privéprofiel gebruik ik zo enkel voor mijn reisfoto's of zo op de een of andere manier. Dat is misschien nog dat picture perfect, maar dat zijn zo voor mij. Ik vind dat heel leuk om zo die memories te zien. Ja, en daar, ja, dan zit je er zo... Dat is ook niet echt een influencer profiel. Allee, dat is gewoon Celine Rombouts. En op mijn healthy habits vind ik dat eigenlijk heel moeilijk. Jij doet dat heel open en super knap. Ja. Gudrun is ook gestart vanuit een profiel waarin dat hij eigenlijk al haar... Ik ben gewoon altijd belachelijk personal geweest voordat ik ooit iets verkocht heb. Ja, klopt. Ja. Dus dat was een personal page. Dat was een personal page. En ik ben gestart vanuit educational. Dus bij mij is dat altijd heel voedingsgericht geweest. Maar ik wou daar ook wel meer personal gaan insteken. En ik vind dat zelf ook heel leuk om te delen. Dus ik wou mijn gevoel ook volgen, dus ik deed dat ook. Maar ook daar, er zijn dan keiveel mensen die dat kei tof vinden. Maar op het moment dat je dan kritiek krijgt van het gaat te veel over jezelf, was ik wel geraakt en was ik wel zo van... Dus ja, dan ga ik dat maar minder doen, want mensen vinden dat niet leuk. En daardoor word je dan zo on... Ja, ik ben heel zeker over wie ik ben en welke visie ik wil uitdragen. Maar als er dan toch zoiets komt van... Ja, je deelt te veel personal stuff, dan kan ik daar wel zo van zijn aangedaan. En gaan nadenken van, moet ik dat dan toch minder doen? Terwijl, ik vind het heel goed wat je zegt... It's my page. Ja, tuurlijk. En jij doet wat jij wilt. En als je enkel voedingsinfo wilt, ik heb fantastisch goede cursussen. Ja. We hebben een app gemaakt. Ontvolg je dan en volg de cursussen volg alleen. Volg de cursus, daar zult je enkel voedingsinfo krijgen. Maar als ik nu van vandaag op morgen ineens kleren wil gaan verkopen, dan mag ik dat. Dan is dat mijn grootste recht. Ja. En ik weet dat er bakken kritiek zouden komen, maar... Wie zijn andere mensen om te beslissen wat ik mag doen? Wat jij moet doen. Ja, dat is echt... Ja, ik vind dat ook echt. En zo van... Ik had ooit zo eens gedeeld. Dus ik was naar een feestje geweest. En ik had een kleed aan. Heel aansluitend. En ik had geen onderbroek aangedaan. Omdat je dat anders zou zien. En ik had zo geen goeie... ik vind dat niet wereldschokkend. Nee, dat was een lang kleed. Ik ging echt niet met mijn benen in de lucht gaan liggen. Zodat iedereen mijn punani zou zien. Dus dat was echt wel safe. Dat was een kleed tot op de grond. Maar dus, die avond, ik ga naar het wc en ik zit op het wc en gelukkig was er een vriendin bij en ik zeg zo, godverdomme, ik heb mijn regels. Oh. Ik zo, shit, want ja, ik had geen onderbroek aan, ja, super kut. Dus ik zo, oh my god, had jij een tampon? En ja, gelukkig had die vriendin een tampon, die is die gaan halen. En ja, dus dan was er eigenlijk geen probleem. Maar ik had zo, ja, ik deelde het dan zo van, gisteren wel een goed feestje, maar wel grappig. Op een gegeven moment moest ik ook naar het wc. Yeah. Ik heb dus geen onderbroek aan en ik krijg mijn regels. Want keiveel mensen, allemaal super herkenbaar. Maar er waren er dan ook zo'n paar van, what the fuck, moet je dit echt delen? Er waren ook 3 mannen bij. Maar dat is echt dat zo. Ik dacht van, oké, mannen, wij hebben inderdaad onze maandzone en elke maand komt er verlater bloed ons lichaam. En als jullie dat niet kunnen aanvaarden, what the sorry, fuck. Sorry, hoe are you? Ja, dus dat was al zo. Ik vond dat echt heel... Mijn feministen kwam zo naar boven, maar ik heb er toen echt zo'n hele blogpost over geschreven, omdat dat was bij mij echt zo'n druppel waarvan ik dacht, kijk, ik mag toch wel zelf delen wat ik wil. En keiveel mensen hebben er vaak iets aan. En als je er niks aan hebt, ja, gaat dan weg. Maar dat is het toch de realiteit. Om een duur zit je op Instagram alleen maar de dingen die dat normaal zijn. Of datzelfde als dat het raar is om in het openbaar te huilen. Dat vind ik ook zoiets eigenlijk erg. Oké, niet iedereen moet een drama en een scène gaan maken op straat. Dat bedoel ik niet. Maar als je nu... Het is precies alsof dat gevoelens en de dagdagelijkse dingen horen niet... Thuis, op straat of ook niet op Instagram. Terwijl de realiteit is dat we af en toe allemaal huilen. Maar dus waarom mag dat dan niet op mijn Instagram komen, dat ik soms ween? Ik denk dat dat belangrijk is om dat te laten zien. Ja. Ik doe dat altijd en ik krijg zoveel berichten van mensen die zeggen van ik vind het zo tof om iemand te volgen die tenminste niet perfect is. Ja, daarom. En gewoon ook stoeme dingen doet en dat ook vertelt. En ook gewoon zijn dagelijkse shitpost. Ja. En dan denk ik van, soms denk ik van, dat kan echt niemand boeien. Ja, ik had toch... ene keer in de lockdown een foto gepost van... Ja, ik ben niet de meest ordelijke persoon. Ik had een foto gepost van al mijn pizzadozen. Dat was echt waanzin. ik had nogal veel pizzadozen en nogal veel karton staan, omdat ik een lazy bum ben, wat dat betreft. Maar ik was keihard aan het werken. En keiveel mensen waren echt zo van... Goederen is iemand die al haar shit together heeft, een succesvolle business aanbouwen is, weet ik veel wat. Ik post die foto van die dingen en keiveel mensen zo... Amai, thank God dat jij ook maar menselijk bent. Ik zo...
Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Allee, je kunt niet alles. Je bent geen superwoman. Nee, inderdaad. En dan vind ik zo, die stomme dingen waarvan je denkt, dat boeit misschien niemand. Maar dat zijn net de dingen waar ik vaak het meeste reactie op krijg. Ja, inderdaad. Dat is, maar dat is net omdat er zo weinig mensen zijn die dat effectief delen. En inderdaad, allee, als ik ik was ook zoiets uitgeschoven met een hond in een plas water. Echt. Dat was ook zo gênant. Heb je dat please op video? Ja, een stuk. Dat was ook het zotste. Dus ik was zo aan het filmen, dat ik aan het wandelen was met Lilouk. En in één keer schuif ik zo uit. En je hoort mij ook echt zo zeggen... Oei, shit. Dat was zo schraal. Ik heb dat dan ook gepost en dan zo'n filmpje gemaakt. Van ja, jongens, ik ben just in een plas water. Allee, ik ben uitgeschoven. En dat was ook zo net zo op een uur aan de kaai zo hier in Antwerpen. Zo keiveel, zo schooltijd. Yeah. Dat er ook keiveel volk voorbij fietst. Allee, ja. Maar zo'n dingen deel ik dan... Omdat ik denk, ja, oké, misschien vindt niemand dat interessant, maar echt hoeveel mensen dat daarop gereageerd hebben. Maar dat gaat mij niet over die reacties, maar dat gaat gewoon over het feit dat mensen dan zeggen van, amai, heel herkenbaar, weet je wel? Allee, exact. Ja. Krijg je dan ook veel te maken met andere reacties, negativiteit? Ja, wel, zoals ik daarnet zei, zo van die dingen. Of bijvoorbeeld over wenen. Hey, op Instagram, veel mensen vinden dat aandachtstrekkerij. Of zo ik van die dingen. Ik kan daar met mijn hoofd echt niet bij. Nee, maar ik heb je video gekeken toen dat jij werd gestopt met Clouds of Fission. En ik weet nog, volgens mij was dat in het weekend dat jij dat had gepost. Maar ik weet dat nog dat ik in mijn bed echt mee aan het wenen was. Van, oh my god. Dus ik snap echt niet hoe dat mensen dan vanuit de gedachte kunnen denken, die doet dat om aandacht. Maar what the hell? Waarom zou je dat om aandacht doen? Ik vind dat ook heel raar dat je iemand anders gaat judgen over zijn gevoelens, zijn of haar gevoelens. Ja. Hoe kun je nu... ik snap het niet, hoe kan dat? Dat gaat toch niet? Allee, je gaat toch ook niet tegen een kind dat huilt zeggen... Allee, ik weet niet, ik vind dat zo raar. En ik vind dat gewoon, dat is... dagelijkse realiteit. En als je daar niet mee om kunt, dan moet je gewoon andere mensen volgen. Maar ja, ik krijg wel effectief soms... Ik heb ook wel een sterke mening over bepaalde onderwerpen. Ik ben ook grotendeels vegan. Als ik daar iets over post, ga ik altijd heel veel dingen. Ik durf mensen soms wel een beetje, denk maar ik... Maar anderzijds, ik heb dat ook. Ik ben niet vegan en ik krijg ook commentaar. Ja, dus wel, ik denk, het zal nooit goed genoeg zijn. Het zal altijd wel iets zijn. Ja. En vaak worden mensen door u geconfronteerd met iets van zichzelf waar ze nog niet klaar voor zijn of wat ze nog moeten verwerken. Ja. En jij houdt hen eigenlijk een spiegel voor. Of jij zegt iets dat hen raakt of hun aanvalt in hun persoonlijke zijn of weet ik veel wat. En daardoor gaan ze u aanvallen, terwijl het probleem eigenlijk misschien wel bij hunzelf ligt. Maar dat is moeilijk, hè, want als je slechte berichten krijgt, dat is heel moeilijk om dat los te laten. En dan moet dat maar net één iemand zijn die iets negatiefs zegt. Ja. En dat is wat je vaak s'avonds meeneemt als je gaat slapen. Dat is zoals een getalken op je weegschaal waar je niet content mee bent, dat je heel een dag kan verpesten. Ja, ja, ja. Maar het is inderdaad... Anastasia had in een aflevering ook gezegd van... Ik ben niet verantwoordelijk voor iemand anders shit. Ik moet iemand anders shit op mij niet opkruisen. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Dus zij zei ook heel mooi van, ik laat dat gewoon niet toe. En dat vind ik wel heel mooi, een heel mooi gegeven. Maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Maar ik vind het een heel mooi gegeven dat je dat heel mooi kunt filteren en ook kunt beseffen van, dat komt vanuit iemand anders zijn. Je moet eigenlijk denken van, garme, want die moeten met iets struggelen. En eigenlijk moet je dat beantwoorden met heel veel liefde. Hè? Inderdaad. Exact. Maar dat heb ik ook eens gedaan bij iemand dat mij zo kritiek gaf. Die vond mij veel te enthousiast. En ik heb echt zo gezegd van, sorry. Maar, wie is er ooit te enthousiast? Zo ben ik ook gewoon. En ik heb daar dan echt keivriendelijk op gereageerd. En uiteindelijk was die, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik ben dat gewoon niet gewend, zo'n vrolijke, enthousiaste mensen. En dat was gewoon, je moet soms vuur niet altijd met vuur bestrijden, maar gewoon even luisteren, soms helpt ook. Ja. Maar ik denk ook gewoon, wat kritiek betreft, ik ben dan altijd van mening, kritiek kan u enkel raken als jij gelooft dat wat die persoon zegt waar is. Mm-hmm. Ja, als jij gewoon beslist voor jezelf van, dat is niet waar, dan kan ik dat eigenlijk ook niet raken. Nee. Maar vaak gaan mensen zo keihard op hun paard zitten van, jij zegt dat en jij zegt dat. En ik heb gewoon zoiets van, ik ga mijn energie daar niet aan verspillen. Dat vooral ook. Maar ik vind dat vooral wel erg dat ze mogen bashen op mij waar ze willen, maar je moet er in je achterhoofd houden dat er mensen zijn die niet zo sterk in hun schoenen staan, die ook shit krijgen. Ja, En dat is gewoon super erg. En dan heb ik het niet over influencers, maar gewoon online, hoe dat mensen zijn en zich gedragen tegenover elkaar. Allee, ik vind dat vaak echt... Allee, dat is echt heel erg. En Nu, nog iets om misschien super positief af te zetten, waar wij allebei ook kei benieuwd naar zijn, is
Heb je nog dromen, dingen waar je naartoe wilt? Niet per se dat we zeggen van, leg jezelf de druk op om zoals Klaus of Fischer, maar zijn er dingen dat je voor jezelf nog heel graag wilt bereiken of dat je nog wilt doen? Ja, dat is zo'n ding. Ik wil heel graag... Vroeger waren al mijn goals, dus ook gelinkt aan Class of Fashion. Ik heb zo ooit een training gekregen van mijn broer over time management. En daar vroegen ze zo van, ja, maak eens een lijstje van je goals op business vlak en je goals op persoonlijk vlak. Yeah. En ik zo, mevrouw, ik weet niet wat ik moet opschrijven op dat blad met die persoonlijke goals. Nee, en ze zei, maar maar dat was gewoon omdat ik daar alleen maar daarmee bezig was. Ja. Nu zou de goal eigenlijk, denk ik, gewoon zijn om te blijven doen wat ik graag doe. En daar mijn geld mee te verdienen. Als in gewoon mijn vrijheid blijven behouden. Ja. Want ik ben daar super hard aan gehecht. Ik wil ook echt niet meer terug naar het leven zoals toen. Ja. Dus ik moet mezelf echt behoeden dat ik mij niet weer voorbij loop. En ik denk dat ik daarom ook zo lang getwijfeld heb om te starten. Want ik weet, als ik iets doe, wil ik echt wel vooruit. En wil ik er met passie aan werken. Maar ik hoop wel die Glow Community echt uit te bouwen tot iets wat het eigenlijk nu al is. Want toen ik die webinar aan het geven was, zo die onderlinge, hoe dat ze met elkaar aan het interacten waren en zo de feedback dat daarop kwam. En die wilden dan direct een Facebook community. Terwijl ik dacht, ik had dat voorhand bedacht van misschien moet ik een Facebook community maken, zodat ze elkaar kunnen motiveren. Ja. Maar ik dacht, wie wil dat? En dat was echt zo, oh my god, je moet een Facebook community maken. En ik heb dat nu gemaakt, er zitten al meer dan 500 mensen in, dus dat is wel tof. Dat hetgeen wat ik eigenlijk al droomde dat dat ooit zou zijn, was het precies zo ineens al. Gewoon door die eerste stap te zetten richting iets waar ik wist van, oké, dat vind ik leuk om te doen. En ik wil gewoon dingen blijven doen die mij blij maken, die mij voldoening geven. Mm. Tijd met mijn vrienden, tijd voor mezelf, mezelf blijven ontwikkelen en leren. Ik wil ook heel graag, als het ooit weer kan, in verschillende delen van de wereld zo een tijdje doorbrengen en van daaruit dan gewoon verder werken. Zo een maand naar New York, een maand naar LA, een maand terug naar Bali is het eerste wat ik ga doen. Ja. Maar zo dat ik deel van de wereld kan zien, dat ik van daaruit verder kan werken. En eigenlijk zo al mijn passies blijven combineren. Zalig. En blijven dingen overbrengen naar de mensen toe. En ik denk dat dat... Allee, dat is niet meer zoals vroeger. Van, ik wil zoveel volgers met Class of Fashion bereiken. Of ik wil zoveel omzet halen. Of ik wil zoveel winkels. Of... Dat is super raar, maar dat is helemaal niet meer iets... Je hebt daaruit geleerd. Ja. Heel hard. Ja. Ja. Super, super mooi om te zien. Je hebt ons heel erg geïnspireerd. Ja. En ik denk dat je mijn Glow Community nog kei ver gaat geraken. Ja. Ja. We wensen u dan ook alle succes daarin toe. Ik vond het heel leuk om hier te zijn, trouwens. Ah. Dat zijn wij ook blij. En ik denk dat de mensen die aan het luisteren waren ook superveel eraan hebben gehad. Moest je de korte samenvatting van de aflevering willen, dan kan je ook altijd nog surfen naar www.getyourboost.be/21. Daar kan je de samenvatting van de aflevering vinden. En dan hopen we jullie terug te zien in de volgende aflevering. Yes. Tot volgende week. Doei.